tiramisu met kersen. Neem 400 gram kersen en houd hiervan enkele kersen achter voor de garnering. Halveer de rest en verwijder de pitten. Doe de kersen in een steelpan en voeg 150 ml medium sherry, 50 gram lichte bastardsuiker en 150 ml water toe. Breng aan de kook en laat de kersen 3 minuten koken. Neem van het vuur, giet in een kom en laat afkoelen. Laat uitlekken en vang het vocht op. Splits ondertussen 2 eieren. De eiwitten worden niet gebruikt. Doe de eidooiers in een kom met 50 gram lichte bastardsuiker en klop met een mixer in 4 minuten tot een licht geel schuim. Klop in een andere kom 125 ml slagroom stijf. Meng 250 gram mascarpone en 6 eetlepels kersenkookvocht door het eidooierschuim. Spatel de slagroom erdoor. Hak 100 gram pure chocolade in kleine stukjes. Meng 2/3 ervan door het mascarpone mengsel. Breek 100 gram lange vingers doormidden. Doop de helft in het resterende kersenkookvocht en bedek de bodem van de glazen ermee. Verdeel de helft van het mascarpone mengsel erover en daarna de helft van de kersen. Doop de rest van de lange vingers in het kookvocht en maak zo nog een laag met lange vingers, de rest van het mascarpone mengsel en de rest van de kersen. Laat minimaal 2 uur in de koelkast opstijven. Garneer met de rest van de chocolade en de achtergehouden kersen. Zo maak je tiramisu met kersen.